Welkom dames en heren, wij doen de Kwarijn tempel. Dat is een van de tempels in Eldin. Dat is deze hier. En dan gaan wij heen vliegen. We hebben eerst bij de bergvoetstal een vuurwerende elixir gekocht. Die kun je bij Gaile halen. G-A-I-L-E. En zij verkoopt er 3 voor 150 roepies. Een beetje duur, maar Linkel is stinkend rijk zat. Dus kleine Linkel gaat nu geen vlam vatten omdat ze een vuurbestendig drankje heeft voor 5 minuten. En genoeg uithoudingsvermogen om erheen te vliegen. Want waar is de tempel? Daar. Op dat rotsblok, ja. Dat rotsblok in het midden van de lava? Ja. Alternatief kun je al deze blokken gebruiken om je weg naar de overkant te maken, maar ik vind vliegen altijd veel makkelijker. En hier wegkomen is ook makkelijk, je gaat gewoon terug naar de toren. Ja. Ja, poef. Als jullie die tik hoorden, die knal, dat was mijn poesie die in de hangstoel ging chillen. Hoorden jullie het niet, dan weet je nu dat mijn lieftallige poesie in een hangstoel aan het chillen is. Het is lekker aan het wassen, is hè? Mesje? Nee. Oké, okay. Deze is ingewikkeld. Alles in balans. Ja. Steek die in de brand. En als je dan toch bezig bent, pak je even andere pijlen. Kun je ook met een bom doen hoor, maar ik vind met bompijlen alles makkelijker. Zal ik hier een andere rune verpakken? Misschien wel handig. Ik denk niet dat je ze met de camera mee naar buiten krijgt. Nee, ik kan het proberen. Je zet hier zo'n kist neer. Waarom? Nou, dat zul je zo zien. Voor de schatkist. Als dat me lukt, vooral dat laatste, als dat me lukt, dat is me namelijk nog nooit gelukt. Trek je die naar beneden. Ik ga even wat anders proberen dan dat ik altijd deed. Ik pak deze er even bij.
Ik ga hem eens andersom doen. Dan wat ik altijd deed. Wij trekken deze eens naar beneden. Dat lukt dus niet. Nee, jongens, ik weet het niet. Maar de kist zit daar bovenop. En als je die nou zo'n blok vlak voor dat plateautje zet, dan is het minder hoog klimmen. En dan kun je vanaf het plateautje erop klimmen misschien. Hé, hey, dat zijn ideeën. Zo. Nou, Anne had een goed idee hiervoor. Een schatkist. En het nu wel waard zijn, oké. Oh, echt wel. Dat is het dan ook niet. Ik haat tweehandige zwaarden. Nou, goed. Vervolgens gaan wij hierop staan. Wacht even, we nemen even een kist mee. Een kist. Kissie. Kissie. Ja, ik hoorde hem ook. Ik klonk als een bepaalde Piet. Vinden we het heel gek nadat we dat het nieuws hebben gehoord over Sinterklaas? Het kan best zijn dat we nu te zwaar zijn. Ja, wij zijn nu te zwaar. Pak je die andere kist erbij. Precies. Waarom ik hier een kist op heb gezet en niet gewoon van, oh, ik haal die kist eraf. Nou, simpel. Anders word je instant linkel of link gehakt. Gespiste linkel. Lijkt me niet heel fijn. Nee. Linkel gehakt. Nou, glaasje melk. Bij de oude monnik. Ja. Dat is geen glaasje melk. Nee. Voor de duidelijkheid, ik, Jane, dronk een blikje cola en Anne moet daar vervelend over doen. Ja jongens, we hebben de 111 geraakt. Nog 9 te gaan. Die kunnen wij niet allemaal doen. 5 daarvan doen wij na de titanenstrijd, maar dat wordt in het nieuwe jaar. Nou ja, we gaan eerst even de vatten maken en dan haal ik Linkel hier al weg. Linkelmeisje. Doeg Linkel! Hey Linkel!